Ja, het is wel hartstikke fijn dat we nu weer een mooi toernooi tegen elkaar kunnen rijden. Waar iedereen dit keer ook bij is. Het Daikin NK Allround staat voor de deur. We gaan langs bij Team ICO om te vragen hoe hun voorbereiding is geweest. Hier slapen ze dus. Wij mogen niet naar binnen, dus zij moet even naar buiten komen. Joehoe, kom naar buiten. Doe eens even rustig. Hey, hoe is het met je? Goed. Het gaat eigenlijk wel heel prima. Het is gewoon gelukt. Het is eigenlijk helemaal niet zo anders. Het is gewoon hetzelfde als dat je gewoon een normale winter hebt en weinig mensen ziet, weinig onderneemt. Want je moet energie sparen voor de wedstrijden. Je houdt natuurlijk best wel veel afstand van elkaar. Nou is dat op het ijs iets minder van toepassing. Dan kunnen wij wel onze training gewoon goed draaien. Je moet wel aan allerlei protocollen natuurlijk voldoen en iedere dag allemaal vragenlijsten invullen, testen op de baan. Dus daar kunnen we alvast goed denk ik oefenen voor hoe het de speler eraan toe gaat. Ik heb zeker veel motivatie om hier heel hard te rijden. Ik denk dat het podium nog wat hoog gegrepen is, maar je weet nooit wat er kan gebeuren. Nou, ik heb er zeker zin in. Ja.